Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Scarlet video! Daar gaan we weer! In de vorige video is mijn team best wel veranderd. Ik heb al mijn nieuwe Pokémon in mijn team. Ik heb een Cyclozar, ik heb een Tauros en dit haal ik. Ja, wel. We gaan op weg naar de volgende gym. En ik zie daar een of andere glinsterende Pokémon. Dat betekent dat de Terra-type van deze Pokémon afwijkt van de normale type wat die is. En het is een Growlithe. Ja, best vet. Maar we doen alleen Paldea-Pokémon in deze video. Dus misschien komen we nog een nieuw Paldea-Pokémonnetje tegen. Dat zou echt super cool zijn. Oh, en ik loop tegen iemand aan. Tegen wie is het? Een rook-idee. Heel slecht idee, jongens, om te roken. Heel slecht idee. Niet doen. Deze Pokémon heeft een hele slechte naam. Waarom raak je me zo vaak? Freaking 5 keer met je Fury Attack. Duurt lang. Doei, rook idee. Mazzel. Ja, ik denk dat ik wel een beetje moet levelen, want in de vorige video werd ik lichtelijk gesloopt. Ja, nee, het ging eigenlijk ook wel goed. Het ging eigenlijk dikke prima. Maar wat is dit? Wat is dit voor een gekke Pokémon? Is dit een electric type? Ik gok op een electric type, Cyclozar. Ik denk electric. Het lijkt op een lichtbol. Wat een gekke Pokémon is dit, joh. Ted Bulb? Ik vind deze raar, man. Wat is dit voor gekke lamp? Deze moet niet in het team, toch? Dit is wel een maf Pokémonnetje. Deed hij nou wateraanval? Ik ben confused, Cyclozar. Ik ben heel confused. Ik ga hem zo wel vangen, deze gek. Zie je, Thundershocky? Laten we hem even vangen en kijken wat de Pokédex over deze grappie te zeggen heeft dan. Hup, 1 en 2 en 3. Kom maar jongen, een great balletje. Yes. Als je mijn nieuwe team leuk vindt en als je deze video's leuk vindt, doe het duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren en belletje omhoog te zetten. Voor Ted Bulb of voor een andere Pokémon. Ted Bulb schudt met zijn staart om elektriciteit te genereren. En als hij gevaar ruikt, dan gaat hij aan en uit om zijn vrienden te waarschuwen. Ja, ik weet niet man. Ik weet niet. Ik hou wel van electric type Pokémon, maar ik vind deze wel een beetje te standaard of zo. Hij gaat natuurlijk nog wel evolueren. Laat weten in de comments. Moet Ted Bulb in mijn team? En wordt hij tof als hij evolueert? Of is het gewoon een stomme Pokémon? Oh, nog één. Nee, als ik een shiny vind, dan doe ik hem wel in mijn team. Een shiny Ted Bulb komt er wel in. Oh nee. Ik ben weer geparalyzed. Ik weet ook nog niet of Cyclozar blijft hoor, jongens. Want die evolueert ook niet. Dus dat is ook een beetje saai eigenlijk. Maar voor nu is het wel prima. Superveel van die Ted Bulbies, man. Oké, let's go. We gaan naar de volgende stad, want dan gaan we daar even een gym proberen. En dat is de electric type gym. Ik ben heel benieuwd hoe die zal gaan. Is dat in deze stad? Ik denk het wel. Wow, we springen naar beneden. Hey, het is Wigglet. Ik heb niet echt super effective dingen tegen Wigglet nu eigenlijk. Water-Pokémon zijn op zich wel een probleempje, denk ik. Wigglet. Geen idee of deze goed is. Ik denk het niet. Wigglet kan toch bijna niet zo'n goede Pokémon zijn. Ik bedoel, kijk hoe die eruit ziet. Nee, we slopen hem ook bijna in één keer met Tauros. Ik ga hem wel vangen, gewoon voor de fun. Als jullie vinden dat Wigglet wel in het team moet, dan zouden we het nog kunnen overwegen als ik hem toch al gevangen heb. What up, Wigglet? Let's go! Nou, die hebben we ook weer binnen. Deze Pokémon pakt de geur van een Veluza op vanaf 65 voet. En dan verstopt hij zichzelf in het zand. Wat is een Veluza? Is dat ook een nieuwe Pokémon? Nou, we hebben in ieder geval Wigglet hier, jongens. Wigglet is wel echt een meme. Ja, hier zijn er nog veel meer. Whizzle zien we hier. Sandygast. Ja. Hey, Marini. Marini is vet. Marini is ook heel goed in competitive. Magikarps. Wow. Wat zijn dit voor elektrische vogels? Ik wil met jou battelen. Kom hier. Ik vind jou wel vet trouwens. Ik wil met jou battelen. Kom. Deze vogel. Ja, deze is wel cool, man. Het is een Wattrel. Of Wattrel. Electric and Flying. Dat is best wel nice. Hij is ook nog niet zo heel groot. Ik denk dat hij wel gaat evolueren nog. Deze wil ik misschien wel, jongens. Deze vind ik best wel leuk. Een Electric-type Bird Pokémon, hè? Daar hou ik wel van. Ik vind Zapdos ook heel cool. Maar ja, wie moet er dan uit? Wattrel, inderdaad. Electric and Flying. Als ze vleugels de wind vangen, dan produceren zijn botten daarbinnen elektriciteit. De Pokémon duikt in de oceaan en elektrocuteert zijn prooi. Oeh, ik vind deze vet, man. Ja, ik wil deze in mijn team. En dan ga ik toch Cyclozar, denk ik, er maar uithalen. Normal Dragon type. Ja, Cyclozar gaat weer weg, jongens. Sorry voor Cyclozar fans. Maar Wattrel gaat in mijn teampie. Oké, wat hebben we nog meer? We kunnen nog niet zwemmen, helaas. Oh, we hebben hier een dolfijn. Yo, wat hebben we deze dolfijn? Ah, ik kan er net niet bij.
Haha, dolfijn Pokémon is wel cool. Maar ik kon er nog niet bij. Ah, er zijn toch wel veel nieuwe vette Pokémonnetjes hoor, jongens. Ja, en ik moet Charcadet wel echt even evolueren, want die is nog een beetje zwakkie. Maar volgens mij heb ik voor de rest nu best wel een chill teampie, jongens. Hé, hey, ik vind een Waterstone, nice. Want to be like the wind, zegt zij. Nou, weet je wat, dan gaan we even wat Trail plek nummer 1 zetten. Want ik denk dat zij flying type Pokémon heeft. En dan kunnen we gelijk onze nieuwe Waterstone even testen. Oh, zij, het is een hij. Ik kon het niet goed zien. Oh, je hebt een Deerling. Oké, die had ik niet per se verwacht. Een Grass-type Deerling. Nee, dit is geen Grass-type Deerling. Let's go. Pluk, super effective. Of is het wel de Grass-type Deerling? Let's go, Waterstone! Ik vind je nu al super cool, jongen. Love it. Oh, begin je me nou te schoppen? Is not very effective, mij schoppen. Let's go, Plucky! En die Deerling gaat down. Nice. Heb je nog een Pokémon? Hey, er ging iemand te level up. Quacks wel. Dan moeten we nu tegen Stantler. Dan kunnen we natuurlijk Tauros, denk ik, goed gebruiken. Stantler is volgens mij normal type. Als ik het goed heb herinnerd. Let's go, Tauros. Wat een beest, hè. Wat een groot beest. Tauros tegen Stantler is wel een gekke battle, man. We hebben allebei Intimidate Ability. Let's go, Double Kick. Ik hoop dat ik nog wel wat betere aanvallen ga leren met Tauros. Want Double Kick is niet per se heel sterk nog. Terwijl er heel veel goede fighting type moves zijn. Niet mij laten slapen, jongen. Vervelend. Waarom? Tauros wordt wakker. Oh, nu gaat hij ook nog Sand Attack doen. Dan word ik straks wakker, dan kan ik hem niet raken. Eeuw, wat een vervelende Stantler, jongen. Ik neem al mijn woorden terug. Ik vind jou niet cool. Een beetje lopen stompen hier. Word wakker, Tauros. Hallo? Tauros? Hallo? Hallo? Dat was een beetje vreemd camera stampend. Oké, hij is wakker. Let's go. En we maken hem kapot. Nice. Oké, nou, die is ook weg. Heb je nog meer Pokémon of was dit het? Dit was het, hè? Dan zijn we toch nog even snel een level up voordat we die gyms gaan doen. Oké. Nou, dan gaan we even op zoek naar de gym, hoor. Dit is niet de gym. Daar is niet de gym. Daarachter zie ik allemaal mooie lampjes. Zal daar het stadion zijn dan? Hier is de gym. Ja, we zijn er. Hallo? Ik wil graag een nieuw badge verdienen. Ik hoop dat deze gym niet overleveld is. Hallo, meneer? Oh, mijn telefoon gaat weer. Ik word weer gebeld. Nee, Mona belt mij. Die zegt, Rickertje, ik ben het. Hoe gaat het met je gym journey? Wat, serieus? Ik ben nou in de buurt. Ik kom wel even hallo zeggen. Hallo, Nemona. Wat toevallig weer. Kijk, je hebt alweer 2 gym badges. Wat goed. Dit is nummer 3, hè? Lekker bezig, lekker bezig. Oh, moeten we... Gaan we battelen? Oké, cool. Is goed. Oké, Nemona, we gaan battelen. Voordat je deze gym pakt, is het goed om te kijken of je mij kan verslaan. En dan moeten we even naar de battlefield kijken. Hoe het battlefield eruit ziet en hoe dat jouw team kan effect hebben op jouw team. Ik ga je introduceren naar wat sterkere Pokémon van mij. Is cool. Let's go. We gaan. Wie staat er bij mij op 1? Volgens mij staat Waterstone bij mij op de eerste plek. Kom maar op, Nemona. Oh, Rockruff. Dat is niet zo'n goed begin. Rockruff gaat mij dubbel slopen. Hele slechte matchup. Oké. Nou, dan moeten we gelijk naar Quackswell. Kijk, zie je? Rockruff, dat had mijn Pokémon echt niet leuk gevonden. Aqua Cutter. Dan gaat die Rockruff gelijk kapot. Phew, net op tijd gewisseld. Oké, Nemona, wie heb je nog meer dan? Palmy, electric type Pokémon. Dan moeten we weer switchen. En dan kunnen we het beste switchen naar Clodsire. Nou, kijk hoe klein die Palmy is. Kijk hoe groot mijn Clodsire is. Wat? Ga je nou ingraven? Oké, ik moet niet onderschatten, want ik denk dat deze gewoon super effective gaat zijn, hè? Ja. Ja, freaking Palmy, jongen. Doet even super effective, terwijl die gewoon electric type is. Oké, maar wij zijn wel veel sterker. Dat was wel een goede move van Nemona. Slim gedaan. Hoppakee, 2 Pokémon level up. Nu moet ik tegen Crocalor. Dat is denk ik de evolutie van, hoe heet die? Fuecoco. Ja, dan moet ik weer mijn water Pokémonnetje gaan inzetten. Alhoewel, ik had het natuurlijk ook bij Clodsire kunnen houden eigenlijk. Had misschien wel slim geweest, want dan kreeg Clodsire nog even wat meer XP voor de gym battle straks. Nou ja. Niet genoeg over nagedacht. Maar hoe ziet die er dan uit, Crocalor? What up? Oh, kijk. Hij heeft een sombrero op zijn hoofd. En het is tegelijkertijd een gouden ei of zo. Hij heeft een ei. Een gouden ei op zijn kop. Wat een mafkees, joh. Oh ja, we konden natuurlijk ook nog terrestrializen. Vergeet ik altijd tegen Nemona. Mooie kandelaar op zijn bakkes. Oké, let's go, Aqua Cutter. Ja, als wij nu ook hadden geterrestrialized, was hij waarschijnlijk al dood. Oh, hij wil me laten slapen. Nou, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Het is al klaar. Het is al klaar met je Crocalor. Sorry, Nemona. Sorry dat dit weer zo snel gaat. Hoppakee. Clodsire level up. Ja.
Ja, ik ben op weg naar mijn volgende gym badge. Nee, Mona zegt, man, jij battelt echt als iemand met veel meer dan 2 gym badges. Dat was echt een toffe, leuke battle. En we krijgen een cadeautje, 3 full heels. En dan gaan we nu naar de gymleader toe. Hallo, meneer. Ik wil heel graag de Levincia gym gaan doen. Dan moeten we tegen gymleader Iono. En dan moeten we natuurlijk weer eerst de gym test doen. En dan moeten we in een van Iono's streams gaan verschijnen. Oh, Iono, dat is diegene van die trailer van ongeveer 1,5 maand geleden. Ik weet al wie het is. Zij heeft een soort van Magnemite-achtige vormen op haar kop of zo. Nee, je gaat het wel zien. Maar zij is dus een streamer. En wij moeten als gaststreamer daar naartoe. Nou, dat kan ik wel. Ik bedoel, als ik als Rikachu zijnde niet in deze stream kan performen, dan is er echt iets mis met mijn hoofd. En met mijn skills. En met mij gewoon. In zijn geheel. Dus dit moet wel lukken. Als ik hier faal, dan gaat het niet goed. Er is een stem die zegt, dames en heren, het is tijd voor Iono Zone. Ik kijk om me heen. En ja hoor, daar dus begint de stream al. Kijk, zie je? Ik zie daar een Magneton hoofdje, Magnemite hoofdje. Hallo, hallo, hallo Iono. Jouw oogballen zijn van mij, zegt ze. Je bent gevangen in mijn electroweb. Wie, wat is het? Iono, ik ben de gymleader hier. Hallo, hallo, ciao en bonjour. Dus ik zeg hallo, 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 ciao en bonjour. Ik denk, ja, ik ga wel even meespelen. Hallo, hallo, hallo. We zijn nu live, zegt Iono. Dankjewel dat jullie allemaal naar de Levincia gym zijn gekomen om mij te zien. Ik ben super blij dat je hier bent. Maar ja, ik ben ook een beetje beroemd, weet je wel. Ik ben zo druk. Ik kan niet met jou collaben. Tenzij ik weet dat jij mijn view count number... En dan slik ze de woorden in. Ja, nee, doe je het alleen voor de views? Iono doet het alleen voor de views, man. En nu zegt ze, ah nee, ik bedoel dat je echt passie in mijn stream brengt. Haha. Dus als je met mij wil battelen, moet je zorgen dat mijn livestream viral gaat en dat soort dingen. Nou, ik heb in ieder geval een hele mooie korte broek aangetrokken. Om die stream, om die views een beetje op te krikken. Maar wat gaan we doen, Iono? Ze roept Mr. Walksabout. Hey. Dat is de directeur, dat is Clavel. Yo, Rikachu, jij moet verstoppertje gaan spelen met Mr. Walksabout. We moeten die man 3 keer gaan vinden door gebruik te maken van de beveiligingscamera's. En dan hebben we de gymtest gehaald. En de gymtest heet... Waar in Levincia is Mr. Walksabout? Want zo wordt hij dus genoemd. Oké, okay, cool. Yo, ready. Mr. Walksabout is hier ergens aan het verstoppen. En we moeten hem gaan zoeken. Ja, ik zie hem al zitten. Zien jullie hem ook? Hij zit daar rechts. Naast die parasol met die dennen daaronder. Zo'n beetje achter die paal. Maar dit is vrij makkelijk te vinden. Kijk hier. Hallo. Oké, dat is 1. Nu nummertje 2. Oh, ik moet battelen. Ik moet hier met een silly Pokémaniac gaan battelen. What up, Pokémaniac? Heb jij ook electric type Pokémon dan of niet? Of heb jij andere types? Ja, luxe, jootje. Mudshot. Ik hoop wel echt dat ik nog even een betere ground type move kan leren. Want ik ken alleen nog maar Mudshot. Ik wil ook Earthquake of zo. Of Dig. Of, nou ja, Earthquake zou heel nice zijn. Oké, okay, hij is voor de helft kapot. Zijn speed is naar beneden. Zouden wij nu sneller zijn? Oh, je zit alleen maar te chargen, joh. Je moet me wel aanvallen, hè, als je wil winnen. Nog een mudshot. Ja, hij heeft wel zijn special defense omhoog gedaan. Dat is wel slim. Maar ja, zijn speed is echt naar beneden. Dus ik denk dat we nu sneller zijn. Ja, hoor. Bye, bye, Luxio. Oh, dit wordt wel sweet XP, denk ik, man. Oké, dat is de eerste die we hebben genakt. Waarschijnlijk moeten we er nog 2 slopen voordat we de gym test mogen doen. Here we go. De volgende stage voor mijn super gekke test. Dit is de Pokémon Center. Oh ja, en ik zie hem al. Hij staat daar in de Pokémon Center. Doen alsof hij de zuster is. Kijk maar naar staan, joh. Wat ze vlots. Nu moeten we zeker weer battelen. Tegen een andere Pokémaniac-pijl. Ja, wie heb jij dan? Tynamo. Ja, de meeste Pokémon zijn wel sneller dan Klotsaier. Klotsaier is niet zo vlug. Oh, hij heeft Levitate natuurlijk. Oh, slim van jou. Slim, slim, slim. Oké, okay, cool. Dan gaan we door naar Poison Tail. Gelukkig is hij niet zo heel sterk als hij alleen tackle gaat doen. Wat ziek idee. Poison Tail, lekker. Poisoned alles. Ik krijg nog een tackletje op mijn hoofd. Maar met nog een Poison Tail sta je Namo weg. Ja, daar krijgen we denk ik niet zo heel veel XP van. Ik denk 100 nog wat of zo. Ja, 127 voor de rest. Dat is niet zoveel. Flaffy dan nu. Ja, leuk. Ik vind Ampharos sowieso heel cool. Maar ja, eerst Flaffy. Flaffy gaat voor takedown. Ja, die komt er even hard in, die Flaffy. Die denkt, ik laat het niet over mijn kam gaan. Is dat een woord? Nou, maakt niet uit. Het is al laat. Ik ben een keer laat aan het opnemen, jongens. Zit je me nou te paralyzen? Nee, je zit mijn speed naar beneden te brengen. Nou, beter. Want dat maakt niet zoveel uit, want ik versla je toch wel. Als ik een Falafel in mijn team had, dan zou ik hem echt Falafel noemen. En we winnen opnieuw. Ja, 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 ja. Nou, oké. Okay. Hij staat nu hier ergens. Bij een battlefield. Oh, ik zie hem alweer. Ik zie hem alweer. Hij staat helemaal niet op de battlefield. Hij staat hier zo. Op een bootje. Hallo. Jee, mijn subscriber numbers zijn vet omhoog gegaan als een Electros die uit de oceaan
gekruld. Maar ik bedoel, gefeliciteerd dat je mijn gymtest hebt gehaald, zegt Iono. Ja, gaan we nou battelen? Ik wil nou met jou battelen, hè? Gymtest is gehaald. Hallo, Iono. Oh, ze zit alweer voor de telefoon, hoor. Ja, ja. Ladies and gentlemen, zijn jullie klaar? Ja, iedereen in de back zegt ja, zeker. Finally, woehoe. Het is tijd voor de Iono Zone, everybody. De challenger van vandaag vliegt zo hoog als een Wattrel. Hey, die heb ik nu in mijn team. Het is Rikachu! Duimpjes omhoog voor Rikachu. Ik wil ook subscribers, views en net als Iono. Hoe voel je je over deze battle, Rikachu? Ja, ik ben klaar om mijn best te doen. Laten we deze battle gaan doen. Ja, ik ben dan wel benieuwd, hè, of ze mijn ground-type Pokémon gaat counteren met iets of iemand. Waar begint ze mee? Met een Wattrel. Ja, die ga ik dus zeker ook niet kunnen raken met mijn ground-type moves. Want flying kan je niet raken met ground. Zie je? Has no effect. Oh, dan is Wattrel super nice. Die heeft echt amper weaknesses dan gewoon. Volgens mij is dat echt wel een vette Pokémon, jongen. Volgens mij hebben we daar echt wat goeds aan gedaan. We gaan voor Poison Tail. Ja, oké. Moeten we 3 keer raken die Wattrel om te verslaan? Hij doet lekker plukken. Moet je zien. Critical hit. Alles, joh. Come on. Come on. Let's go, Klotsaier. Ja, je wordt toch behoorlijk in de pan gehad. Wel door een Wattrelletje, hoor. Oh, die gaat vast nog evolueren. En dan is die volgens mij echt goed. Oké, Klotsaier gaat naar level 23. Nu krijgen we te maken met een Bellybolt. Die ga ik wel kunnen raken met Mudshot. Nou hoop ik dat Bellybolt geen vervelende moves heeft voor mij. Ik zou natuurlijk alvast kunnen terrestrializen. Had ik eigenlijk gewoon gelijk aan het begin van de battle moeten doen. Ik bedoel, waarom niet? Dit is volgens mij de enige Pokémon met super effective moves tegen de team van Iono. Dus dat had ik veel eerder moeten doen. Oké, Spark doet gelukkig niks tegen mij. Let's go, Mudshot! Ik weet niet of ik hem in één keer sloop. Eigenlijk wil ik dat ook niet, denk ik. Being hit by Mudshot Oh, heb ik hem nu gecharged? Oké, wacht, dan wil ik hem gewoon kapot maken. Hij gaat voor waterpistool. En ik heb water absorb. Super nice. Krijg ik HP erbij als ze een wateraanval tegen mij doen. Oh, Klotsaier is zo nice, jongens. Hij is zo nice. Volgens mij kan die Bellybolt gewoon niks doen tegen mij. Heel chill. En we slopen hem, hoor. Wel een leuke Pokémon ook, Bellybolt. Die had ik al gezien, die kende ik al. Wel een grappig dingetje. Maar ja, hij was wel redelijk kansloos tegen mijn Klotsaier. Hoppakee, lekker veel XP. Nu tegen een Luxio. Oké, die kunnen we ook pakken, jongens. Luxio gaat voor Bite. Misschien dat ik Klotsaier even ga healen, voordat we straks tegen de laatste Pokémon moeten. Gewoon voor de zekerheid. Als Luxio dit overleeft, dan gaan we dat even doen. Let's go. Gewoon even een super potion voor de zekerheid. Klotsaier fixt deze hele gym, jongen. Ah, ik ben blij met hem. Wie had gedacht dat een Wooper zo goed zou worden? Kijk, hij heeft me 2 keer aangevallen. Oh, ik ben flinched. Oké, niet chill. Dan heeft eigenlijk die... Dat item wat ik net heb gebruikt helemaal geen zin gehad. Want dan hebben we nu exact evenveel HP. Omdat die Luxio mij 3 keer heeft aangevallen, maar liefst. Hij is nu wel down. En met wie krijgen we dan als laatste te maken? Charcadet gaat een level omhoog. Miss Mages. Miss Mages is volgens mij geen flying type, toch? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Oh, maar wel cool, man. Wel cool. Gewoon even een Miss Mages op het einde, joh. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. Electro-type Miss Mages. Met een... Ook al zo'n grote gloeilamp op zijn hoofd. Miss Mages gaat voor X. Ja, dat doet wel een beetje pijn. Doet mijn Mudshot iets? Ah, Levitate. Nee. En met Poison kan ik ook niet zoveel doen. Ik ga eens even kijken wat Tauros kan doen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dit gaat, jongen. Tauros kent namelijk een Dark-type move. Oké, Hex doet het wel op mij natuurlijk. Want ik ben geen Normal-type. Ik ben een Fighting-type. Assurance, jongens. Nee, geen Confuse Ray. Nee. Oh my gosh, gaat deze Miss Mages nou mijn hele team in de war maken? Come on, come on. Niet jezelf slaan, niet jezelf slaan. Gewoon Assurance doen. Kom op. Nee, je gaat jezelf slaan, hè. Ik heb er zo'n hekel aan, hè. Aan die Confuse dingen. Oh. En als jij dat dan bij een tegenstander doet, dan gaan ze nooit hunzelf slaan. Maar jouw Pokémon zijn alleen maar... Oh, ik ga mezelf slaan. Auw, ik heb pijn. Auw. Als die niet zichzelf gaat slaan, is hij gewoon dood. Is gewoon klaar. Is gewoon klaar met je Tauros. Als je nu jezelf slaat. Oké, snapped out of the confusion. Assurance. Kent die electric moves dan? Laten we eens even kijken. Ik ga even switchen. Even naar Fiddo. Jemig. Oké, Fiddo laten we maar denk ik gewoon kapot gaan dan. Charge Beam. Oh my gosh. Deze laatste Pokémon is vervelend, jongens. Ik weet dat hij mijn Quacks wel... denk ik heel snel gaat slopen. Maar ik kan wel gewoon een sterk wateraanval doen tegen hem, denk ik. Ben ik niet sneller? Ben ik niet sneller?
Hoe ben ik niet sneller? Oh my gosh. Ik dacht ik kan hem in ieder geval 1 keer raken. Maar Quackshot zal ook wel zichzelf gaan slaan, toch? Ja hoor. Nee, niet. Aqua Cutter is raak. Oké. Okay. Nu Aqua Jet, als ik hem er nu mee raak, dan verslaan we hem gewoon met Quackshot. Dat zou zo lekker zijn. Come on. Come on. Ja, ik raak hem. Ah! Electric-type Pokémon met een water-Pokémon verslagen. Het kan gewoon. Super sick. Lekker gedaan, Quackshot. Ik kan altijd op Quackshot rekenen. Het is ongelooflijk. Klotsaai wil Poison Jab leren. Zijn attack is hoger dan zijn special attack. Dus dat kunnen we wel doen. En dat doen we dan in plaats van Poison Tail. Ja, sowieso. Nice. Sterkere aanval voor Klotsaai. We Trowel Roost leren. Dat is ook wel nice. Daarmee hield hij zichzelf. Dan kan Uproar sowieso weg. Die gebruiken we echt nooit. En dan hebben we Iono verslagen. We hebben een nieuwe gym badge te pakken. Ja, mevrouwtje. Hoe gaat het met je views dan? Onze challenger heeft gewonnen. Goed gedaan, Rickachu. Nou, dankjewel, Iono. Dankjewel. Sportief. Ik haat dat ik dit moet zeggen, maar ik heb verloren. Dankjewel dat jullie me aan hebben gemoedigd, mijn loyale fans. Maar wat krijgt deze challenger voordat hij mij heeft verslagen? Ik zal het je vertellen, Rickachu. Een gym badge. Woehoe. Screencap dit. Dit shot willen jullie voor altijd kunnen onthouden. Ja, wat een prachtige foto. Levincia Gym Defeated. Hoppakee. De Electric Badge is binnen. Dus we hebben al 3 Gym Badges nu. Oh, dat gaan snel, jong. Hoppakee. Volt Switch krijgen we. Ja, en dan gaan we er vandoor. Sluit jij deze video af, Iono? Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe het duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel.